Ook geluid moet er nog in. Veel spullen. Hoi, ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over techniek. Maak je geen zorgen. Geen saai gedoe over camera-instellingen en framerates en dat soort zaken. Dat is heel leuk. Moet je zelf maar eens uitzoeken op YouTube als je daar meer interesse in hebt. Maar ik wil het eigenlijk hebben over ons kleinste aankoopje ooit. We filmen tegenwoordig met steeds kleinere camera's. Bijvoorbeeld met deze Sony-camera. En wat je dan hebt, omdat ze zo klein zijn, is dat je al je randapparatuur, zoals denk aan microfoons, denk aan externe schermen, daar wil kunnen bevestigen. Nou, wat je dan hebt, zijn van dit soort metalen hulzen die je om je camera heen schroeft. En die zijn voorzien van heel veel schroefgaten. En daar kun je dus heel veel randapparatuur inschroeven. Dat is ontzettend handig, want dan kun je zo'n vrij eenvoudige kleine Sony camera uitbreiden tot bijvoorbeeld zo'n camera setup. Je ziet het al, er zit een microfoon op, er zit een extern scherm op, er zit een grote lens op. Het wordt er al best indrukwekkend. Maar wat heel erg vervelend is met al die randapparatuur die je hebt, is dat er altijd snoeren bij zitten. Krijg je dan zo'n ontzettend onhandig snoer wat blijft haken en wat het risico heeft dat je, als je twee stappen zet, dat je je monitor van je camera rukt. Allemaal dingen die je niet wil. Een Engelse firma, Kippertai, volgens mij een productiemaatschappij, hebben deze dingen uitgevonden. En wat is het nou? Het is niks anders dan een elastiekje. Een elastiekje op een heel cool oranje metalen houdertje. Maar dat metalen houdertje heeft schroefdraad. En je raadt het al, je kunt het dus, omdat hierin overal schroefgaten zitten, heel eenvoudig dit bevestigen. Het ziet er ook nog eens heel erg professioneel uit. En wat je dan doet, is dat je je snoer bij elkaar bindt. Dat elastiekje gebruik je om de boel klem te zetten. Kijk, en nou heb je eigenlijk op een hele eenvoudige manier je kabels bij elkaar gebonden. Zo ook op deze manier zit alles lekker en goed bij elkaar gebonden. Kan het niet meer blijven haken. Het is perfect. Het ziet er ook nog heel cool uit, want bijna niemand heeft het. Dus als je geïnteresseerd bent, ga naar Kippertai. Dat is een Engels bedrijf. Je moet wel een beetje geduld hebben. Het duurde bij ons ongeveer 2 maanden voordat we een zakje hadden. Voor ongeveer 15 euro heb je er 5. Dus er zijn 3 euro per stuk. Ik kan nu al niet meer zonder.